Hi, Sjoerd van Bax Music. Vandaag wil ik je deze Divine MPS 500 laten zien. Het is een klein stalen kastje en wat is dat nou? Het is een dubbele fantoomvoeding. Waar gebruik je dat nou voor? Nou, stel, je wil een condensatormicrofoon gebruiken, een studiocondensatormicrofoon. Die hebben een voorspanning nodig, namelijk 48 volt fantoomvoeding nodig om hun werk te kunnen doen. Het membraan, dus dat gedeelte van de microfoon, dat geluid omzet in een signaal, een elektrisch signaal, heeft Voeding nodig, spanning nodig. Heel veel mixers en audio interfaces zijn inmiddels voorzien van 48 volt fantoomvoeding. Maar ook heel veel mixers en audio interfaces zijn niet voorzien daarvan. Wil je dan toch gebruik maken van een studio condensatormicrofoon, dan zou je dus kunnen kiezen voor een enkele, of in dit geval een dubbele condensatorvoeding. Een phantomvoeding dus. Zo effectief als dit apparaatje is, zo simpel is het ook. Wat is wat ik al zei: een stalen kastje met rubberen voetjes. Het heeft een aan- en uitknop. Hij wordt geleverd met een voedingsadapter die aan de achterzijde erin gaat. Daar krijgt hij zijn voeding mee. Dan heb je hier een XLR-in, twee keer, want het is een dubbele voeding. En aan de achterzijde heb je ook twee keer uit. Dus je plaatst dit kastje tussen je microfoon en je mengpaneel of je audio-interface. En dit kastje zorgt dan voor die voorspanning voor je studio het gebruik van een studiocondensatormicrofoon wordt vaak geassocieerd met een veel betere geluidskwaliteit dan een dynamische microfoon, omdat die in staat is om veel meer details op te pikken. Dus over het algemeen is de kwaliteit van een studiocondensatormicrofoon beter dan van een standaard dynamische microfoon. Maar ja, mocht je dan geen fantoomvoeding hebben in je mixer of in jouw UV interface, dan kun je terecht bij de mps 500 van Divine. Mocht je nou meer willen weten over dit apparaatje, klik dan hier of daar, dan kom je op de productpagina terecht. Kijk even bij de accessoires, daar staan handige zaken als XLR-kabels bijvoorbeeld en waarschijnlijk staan er ook wel uh, microfoons bij die je zou kunnen gebruiken met die fantoomvoeding. Als je dan hebt gevonden wat je zoekt, druk je op de knop en je hebt het de volgende dag waarschijnlijk al in huis. Nou, hoe makkelijk kan het zijn? Vond je dit nou een bruikbaar filmpje of een handig filmpje of een heel tof filmpje? Laat ons dan die blauwe duim zien, deel het met je vrienden, want dan weten zij ook wat fantoomvoeding is en dat je dus dat los kunt kopen, dat het niet per se in je mixer moet zitten. Vond je dit nou een leuk filmpje? Dan zien we graag dat blauwe duimpje, deel het met je vrienden en als je geen enkel filmpje meer wilt missen, dan word je natuurlijk abonnee van ons YouTube kanaal. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken, graag tot de volgende keer.